Ik ben hier geboren in Belder. Daar hadden ze ook een voetbalclub vroeger, of niet? Dat klopt, Kees. Mijn vader zei altijd de bollen en ossen. Maar het was in feite Belder den omstreek. Dat was toch bij die grote bult, of niet? Dat was bij die grote bult. Dat noemen ze, als ik goed heb, de Galgenberg. Ja. En daar gingen ze altijd voetbal in de bossen. Ja, maar ik weet nog wel, want ik ben nog een klein poosje lid geweest. En als je dan de eerste helft van de bult afging, dan moest je de tweede helft ding op. En dat was van Riene Kool en de andere, was volgens mij met 2 meter verschil in, hè? Ja, dat klopt. Die verhalen heb ik ook wel eens gehoord, ja. Ja, inderdaad. Dus hij achterstond en die ging naar de rust met de wind mee en Jan Veld mee, nou, dan wil niemand alsnog weer, of niet? Ja, dat wil niemand. Maar hoe vaak heeft er nog gevoetbald? Mijn vader heeft er ook gevoetbald. Ja, en met zijn zwager, Jan Toebarst. Ja. Die stond in de goal. Ja. En hij had het altijd over de jassen. Ja. En Jan van Tende. Ja. Nou, en die ben later allemaal bij WRC gekomen. En je had toch ook hele families hoor, van... Ja, hier had een broek van Jan van Vertende. Als Jan Vertende rumpt, dan zou 3 of 4 mannen moeten staan. En dan rumpt hij die biennaam ook van Jan Vertende in de Voskule, dat was de Bofkonter. Ja. Nou, en Gerrit Vertende, dat was de Tjorre. Zo hebben we jullie in voetbal. Toen is nog nooit veel boys ontstaan. Hoe is dat gebeurd dan? Zover als ik weet, is nooit veel boys ontstaan bij Café de Passage in 1961. En die gingen voetballen aan de, hoe heet het die aan weg? Aan de Weertweg. Ja. Dat is vlakbij de Passage. Ja. Gingen ze voetballen in een, het was een weiland met simpele doelen erin. Ja. En de kantine was als het ware het café. Oh, ja. En daar hebben ze nog een jaar gevoetbald, denk ik. Ja, ja. En toen gingen ze naar de Vrangen. Ja. Dat ligt iets verderop. Ja. Wie heeft het Noord-Vele Boys opgericht dan? Dat is Koopman geweest, Jan Koopman in die jaren en Van Dam. Ja. Die hebben dat toen opgericht. Ja. En dus eigenlijk een beetje ontstaan bij die vroeger hij Koopman, de kruidenierszaak aan de Zuiderzeestraat. Ja, ja. Ik ben zelf er gekomen doordat zijn zoon G. Koopman, die ging met de kruideniersbus door Wezep en Hattemerbroek heen, bij de klantenlangers. Nou ja, die kwamen ook bij ons. Ik ben dan opgegroeid in de Leisterbestraat vroeger in Wezep. Die kwam dan bij ons. En, die voetbalde nou bij Noord-Vele Boys. Ja. En toen was het van, oh ja, die jongen die kan ook wel bij Noord-Vele Boys voetballen. Ja. En, nou ja, zo is dat een beetje gegaan. Maar was er vroeger geen katholieke club? Want je voetbal op zondag? Ja, van huis uit een katholieke vereniging. Ja. Ja. En dat kan ik je straks nog wel eens laten zien. Dat was natuurlijk in de gemeente. Hier een eikelpunt? Een heel eikelpunt. Ja. Dat kun je wel zeggen. Zondagsport, hè? Ja. Ja, vandaar ook dat ook alles zo lang geduurd heeft voordat we eigenlijk hier terechtkwamen. Eind eerste elftal, dat heeft ook wel een jaar helemaal alleen maar uitwedstrijden gevoetbald. Dat we dus helemaal geen veld hadden. Aalt, wanneer ben je begonnen te voetballen? Hè? Ik ben bij WRC begonnen. Toen ik 6 was. En ik ben hier gekomen, toen moest ik naar de C. En toen ging ik zaterdagsmorgens bij WSC eerst voetballen. En dan ging ik hier naartoe, nog een wedstrijd. En dat heb ik een heel jaar gedaan. Je moet 2 keer contributie betalen. Ik betaal 1 keer contributie. Hier kost het niks. En nou ja, toen naar de B en de A. Ja. En ik was, als ik goed heb, 17. Ik ben in het eerste gekomen onder Dries Jans, ja. De vader van Ron Jans. Ja. Dat was mijn eerste trainer. Maar je trainde hier toch ook wel eens mee, Ron Jans, of niet? Ron Jans die trainde zo 1 keer in de maand, hè, John? In de winterperiode. Kwam hij mee, vooral in de winterperiode. Ja, ja, ja. Want hij zat toen in de A-selectie en hij moest conditioneel sterk blijven. Ja, ging je naar de Vele Boys trainen? Ja. Kwam hij met trainen en dan zijn pa die zei van, jongens, ik heb onze Ron meegenomen. Die traint vanavond mee, maar wees een beetje zuinig op hem. Nou, dat heeft hij wel. Dat ging dus niet. Hè? Dat heeft hij wel geweten met Henk Spijker en Roel de Wit. Ja. Die schopt me met hek in. Ja. Maar ben je wel kampioen geworden, Aalt? Ik ben met het eerste nooit geen kampioen geworden. Wel promoveerd. Ja. Daar heb ik 3 keer meemaken. Naar gelang dat tweede werd. Promotie, dat wel, maar kampioen nee. Ja.
Maar je was 37 jaar. En toen kon je naar de polder toe. Wilden ze nog betalen, of niet? Ja. Waarom dan? Zo goed maak. Met 37 jaar? Ja. Nou jongen, kijk, nu heb ik gewicht, maar ik was 60, 65 kilo in die tijd. Ja. En ik had een berenconditie. Ja. Ik dreed er alles voor. En met 37 jaar wou ik stoppen. En we moesten naar ASVD dronken, moesten we voetbal. En die trainer die had de dat ik stop. Ja. En die kwam bij me en zei, wil je niet nog een jaar komen? Kunnen zat mee? Nee, dat gaat niet. Ja, maar wie wilde we betalen? Ik kon in de gulden tijd, kon 100 gulden in de week kring. Ja. Dat was toen wel, best wel een hoop geld. Ja, ja, ja. Maar ja, moest ik 3 keer in de week naar de polder toe. Ja. Nee, ik niet dan. Ja. Toen ben ik ermee kap, maar ja goed, na de tijd nog 3 keer weer teruggehaald. Ja. En op mijn 50e zei ik nog een halve wedstrijd in het eerste voetbal. Ja? Ja. Ik was leider, maar... En twee ben je de voetbal, dan ben je 50 jaar, ben je vroeger dan niet zo dan? Toen ben ik in de veteraan gaan voetbal. Ja. Maar hoe vaak kwam toch al die king, of niet? Mijn vader kwam al die king, die ging ook vaak mee met de wedstrijd. Ja. Ja. Had er wel eens commentaar op of niet? Altijd. Was het nooit goed? Was, nou, niet nooit, maar het was wel eens niet goed. Ja. Er had altijd commentaar, dit hij zo moet doen, dit hij zo moet doen. Een goede herinnering dan, of niet? Ja, zeker, zeker, zeker. Ik wil het best weer overdoen. Ja. Zou je het anders doen, of niet? Nee. 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 Deed ik zelden weer. Ja. 2 keer in de week hard trainen. Ja. En lekker voetbal. En John denk ik ook wel. Ja, ja. Ja. Nooit geen andere club geboren en getogen in Wezep. Maar hier beland en nooit weggegaan. Nee, maar dat is van nu zo ook. De hele familie ging mee. Ja. Ja, en nou ja, later zelf getrouwd en meteen de kinderen gingen mee in de kinderwagen. En je ging hier naartoe. Ja, dit was wel een deel van je leven. De rode draad geweest. Ja. Maar wel heel mooi. En ik vind altijd de jaren met die houten kantine die we toen hadden. Dat waren de schitterende mooiste jaren. Tijd. Mooiste de jaren 70 tot de nieuwe kantine in 81 werd die toen neergezet. Zeg maar 10 jaar lang in zo'n houten barak. Je was je in wasbakjes met koud water. En de winterdag, je keek door de kieren, dan zag je die sneeuw liggen. En jij was er met dat koude water, jongen. Huppatee. Daar ben je een jongen, een kerel van. En dan was het altijd mooi, ja, dan naar de tegenpartij ging. Dan het eerste wat wij altijd deden, de kleedkamers opzoeken en of ze een douche hadden. Ja, 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 ja. Dat is het eerste wat we altijd deden. Klopt, hetzelfde. Klopt, ja. Ja. Ja, hier hebben ze douche. Ja, hier heerlijk. Hebben ze douche, hier kun je lekker douchen. Ja. 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 Je bent overgegaan van de zondag naar de zaterdag. Was dat een goede greep of zeg je na de tijd waarom gewoon op zondag moeten blijven voetballen? Nee, dat was een goede greep. Het laatste zondagjaar was ik hier hoofdtrainer. Ja. Ja, mooi woord hoofdtrainer, maar ze hadden geen trainer. Nee. Dus je kwam bij mij uit. Nou, ik denk er nog eens aan terug dat ik er op het tweede veld stond. Met 6, 7 jongens trainen in de winter. Nou, en die is onderaan eindiging. We verloren bij de kampioen IJsselstreek. Als ik goed herinner, met 16-1. Nou, terwijl we met elkaar zeggen, jongens, er moet wat gebeuren. En toen ben ik naar de zaterdag gaan. Binnenkort het 60 jaar jubileum. Ja. Je hebt 35 jaar jubileum ook gehad. En weet jij nog wat mooie verhalen van, of niet? Ja, dat was in 86, het 25-jarig jubileum. En het kan me nog heugen. Dat we toen allemaal als leden, alle spelende leden, kregen dus deze sjaal. Die hebben we toen allemaal gehad. Plus dat we toen s'avonds met z'n allen uit de kantine naar de middenstip gingen. En toen werden de lichtmasten getoond. Yeah. Dat was dus de eerste veldverlichting die we toen kregen. Ja, de jubileumcommissie. Met Johan Bos. Ja. En die hebben dat allemaal georganiseerd. Ze zijn er een jaar mee bezig geweest. Ja, en we hebben met de jeugd hebben we een clinic gehad met Martin Koopman, Martin Vrijsje en Mika Liponen. Dat waren 3 spelers van FC Twente. Ja. Van Aanigem is hier zo ook wel een keer geweest, of niet? Willem van Aanigem is hier geweest. Dat was volgens mij ook met penalty bokaal of zo. Ja. Ja, klopt. En toen zijn Willem van Aanigem uitgenodigd voor de prijsuitreiking. En die is hier gekomen. Ik heb er nog een foto van. Kijk, dit is Willem. Hij is een jaar of 35.
met de oude melkboeren, Jan Blankvoort, ja. Is helaas niet meer onder ons. Nee. Maar die kwam hier en kreeg een flesje drank, zoals je ziet. Geld wou hij niet hebben. Nee. In principe wou hij niks hebben, vandaar een flesje drank. Ja. Rinus Israël, die is hier geweest met de opening van de kantine, ja. In 81. Was er nog spullen van Pek Zwolle, hè? Dat weet ik niet meer, Kees. Ja, zou kunnen. Ja. Ik heb hem hier op de foto met het bestuur, met het toenmalige bestuur. En die jongens die voetballen van Habbekrats, en die waren zo sociaal als wat. Als je op toneel gaat, kijk dan ben je geld kwijt. Ja. Alt, je hebt ook wel bijzondere wedstrijden in voetbal, hè? Je hebt ook wel dingen gedetineerd in de voetbal of zo. Ik niet, Kees, maar ik zat hier in de jeugd. En inderdaad, het eerste elftal dat zat ingedeeld bij gedetineerden. Die zaten in Balkbrug. Ja. En die kwamen hier dan met een soort boevenbus. Ja. En die werd hier achteruit gereden en dan ging het slot van de deur. Ja. En dan mochten ze er even een uit, allemaal bewakers om het veld. Ja. En dan gingen ze voetballen. En dat ging altijd goed, hè, wonderbaarlijk. Ik heb er nog tegen gevoetbald. Ja? Ja, een uitwedstrijd. Hier kan ik me ja, ook nog wel wat herinneren. Ik weet nog, want er kwamen ook veel... als het in Wezen bekend was, dat we daar tegen moesten voetballen, liep half Wezen leeg. Ja. Want de wasterine, die kwam uit Wezen. Ja. Een dekker. Ik weet niet of je dat weet, Kees. Dat was een Appie Dekker. Dat zal ik nooit vergeten. En die deed ook mee. Dus we waren omgekleed en al. Ja, ja. Alleen de schoenen moesten ze gelukkig nog aan doen. Ja, ja. En huppatee, uit die wagen en dan ook vier of vijf bewakers. Ja. En die gingen dan op de hoeken staan bij de cornervlaggen. Ja. De boel wel in de gaten om, dus dat de genine het terrein afging. Ik heb weer dat zo per ongeluk meegenomen. Ze hebben mij een keer meegenomen, ja, tot aan de IJsselbrug en toen ben ik weer teruggelopen. Ja, toen hebben ze mij dachten ze van, oh, wacht even, die wordt even. Ja. 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 Ben je nooit uur de stuurs? Ja, ik ben er wel uur de stuur. Brummela. Ik deserteerde in de scheidsrechter. Ik was een hele technische voetballer. Ik zal nooit iemand naschoppen of iets ergens. En bij Oranje Zwart, die vent die valt toevallig over mijn been. Ik gaf hem geen schop, maar hij viel over mijn been. En die scheids gaf hem een penalty. Ja. En daar was ik het niet mee eens. En toen kreeg ik een gele kaart. En toen heb ik hem nog uitgescholden voor, ik zal het woord niet noemen. En toen heb ik zo dingen me gedaan, toen kreeg ik een rode kaart. Ja. En toen moest ik eruit. En toen kreeg ik 7 wedstrijden schorsing. En daar ben ik heel goedkoop afgekomen. De KNVB bestond toen een x-aantal jaar. En toen ben ik die wedstrijden kwijtgescholden. Oh, ja. En voor de rest, ik heb wel heel veel gele kaarten gehad. Allemaal voor kwebbel. De kule die is eigenlijk ontstaan met een afgraving. Van de snelweg hier zo. Het is hier schitterend. Ja? Als je op dit veld niet kunt voetballen, zeg ik altijd: moet stoppen. Maar hoe is dat eigenlijk ontstaan hier zo? Hoe hier het terrein ontstaan is. Ja. Nou ja, net wat je zegt, ik was een jongetje, ik kwam hier wonen toen was ik 7. Ja. En dan gingen we hier in het gat spelen. Ja. Dit was een zandafgraving, het zand ging allemaal onder A50. Ja. En dan gingen we hier spelen. Met een hele koppel jongens. En had ik mijn neef. Jan Toebast, die had een pony, een Shetland pony, die nam die al die mee. En dan gingen we pony racen hier zo. Toen lag dat nog mooi verhoogd, toen stonden al die bomen er nog niet. Ja. En op een gegeven moment kwam hier het voetbalveld. Ja. We hebben hier een jongen, die is op Pek Zwolle, ja. Edwin Timmerman. Ja. Ja. Die is geschouwd toen hij hier in de A-junior zat en met 16 kwam hij bij ons het eerste. Wat in het algemeen, wat zijn de doelstellingen van Noord-Veluwe Boys in jullie ogen? Proberen in ieder geval, laat ik het over de hoofdselectie, een leuke eerste elftal maken, ruim. En toch de doelstelling is een keer derde klasse wonen. Dat is moeilijk, maar dat is wel de doelstelling. Dit was Noord-Veluwe Boys, een mooie club met veel behoeftes. Bedankt voor het kijken. En volgende keer alweer naar VSCO.